terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, het is tijd voor een nieuwe bierreview. Biergeek Holland, lid van de Dutch Beer Collective. Mensen, tijd voor bier. Ja, bier geeft plezier. Niet altijd, meestal wel. Dit is het eerste, nou dat lieg ik. Ik wou zeggen, dit is de eerste Blubber de Kietse die ik gedronken heb na mijn complicaties. Dat is niet waar. Mystery Beer van Willy Meuf. Dat was mijn eerste Blubber de Kietse. En dat was ook echt de Blubber de Kietse. Hallo. Blubber de Kietse nummer 2 van Brouwerij Compaan. Ja, en die had ik al een keer gedronken, maar ja, even goed. Heerlijk, top. Het is nu tijd voor een... Ja, eigenlijk tweede Blubber de Kietse dan maar. Ja, toch? Drink met mate. Nogmaals, dat wil ik iedereen adviseren. Dat vind ik heel belangrijk. Gezondheid is belangrijk. Daar ben ik al enige tijd mee bezig om dat positief te veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer Blubber de Kietse ga drinken. En laat dat een feit zijn. Laat dat gewoon duidelijk zijn dat... Ja, dat weet jij. Tijd voor bier van... Hell yeah, brouwerij De Moersleutel uit Alkmaar. Een van mijn favoriete brouwerijen. Ik heb meerdere favoriete brouwerijen. Ik kan ze op 2 handen tellen. Misschien wel 3, 4, 5. Maakt niet uit. Moersleutel staat echt heel hoog in mijn verlanglijstje. Altijd al. Waarom? Ik ben geboren en getogen Kaaskop. Oftewel Alkmaarder. Ik woon 7, 8 jaar in Utrecht. En ga ik ook nooit meer weg trouwens. Alkmaar... zal altijd mijn stad blijven, zeker. Prachtige stad. En ook sinds de afgelopen jaren prachtig bier, waaronder Blitz Brewing. Ken je nog niet? Moet je zeker doen. Dat is echt een super toffe brouwerij. En uiteraard de grootste brouwerij van Alkmaar. De Moersleutel. Okay. In mijn periode dat ik niks dronk, zag ik dit bier voorbij komen. En toen dacht ik, die moet ik reviewen. Dan hoor ik je denken, Remy, heb je dat niet bij elk bier dat je tegenkomt? Ja. Ja, dat heb ik bij elk bier dat ik tegenkom. Maar, bij deze heb ik dat echt. Ik had hem gekocht samen met de 4-year anniversary bieren. En die komen er in de toekomst ook nog aan. Die heb ik ook nog staan. En daar was ik ook heel benieuwd naar. Maar deze jongen schijnt toch echt fucking goed te zijn. Heb ik me laten vertellen. Het is aan mij natuurlijk om voor mezelf te kijken of dat ook echt zo is. Het is Chris the Coconut Crab Destroyer of Worlds. Hell yeah. Wat is dit? Nou ja, wat ik al zei, Blubber de Kietse. Ongetwijfeld, dat kan niet anders. Het is een Barrel Aged Imperial Coconut Stout. Als Biggie Holland ergens van houdt, is het een coconut barrel aged stout. Vanille, nog wat mensen, alles erop en eraan. Prachtig. Collaboration met Beer Grow. Zeg me even niks, ga ik even googlen, ben benieuwd. 12%. Rustig aan, zipper. Dit is ook mijn enige en laatste bier voor vandaag. Dat snap je wel. Batch nummer 216, best before mei 2025. Gaat hij niet redden. Nee, dat snap je zelf ook wel. Oftewel, we gaan hem openmaken. Althans, ik ga hem openmaken. Here we go. Zo, flinke zes. Ik ben benieuwd wat jij ervan... Als je hem niet gehad hebt en je drinkt hem later, ben ik even goed benieuwd wat jij ervan vond. Laat het even in de comment achter. Ik ga hem inschenken. Chris the Coconut Crab. Here we go. Oh mensen. Dit is typisch de Moersleutel. Schenkt echt blubberig zwart uit. Is dat een nieuw woord? Nee. Dat zin ik nu ter plekke. Blubberig zwart. Nee. Schuimkraag. Weg. Nu. Ja, je zag hem heel even. Hoe kan dat? Barrel-aged bier. Je merkt dat die schuimkraag... veel sneller verdwijnt, maar moet ik wel bij zeggen, er zit dus kokosnoot aan toegevoegd, of er is kokosnoot toegevoegd, in wat voor, in welke zekere zin, weet ik niet, maar in ieder geval een
adjunct kokosnoot. En dat zorgt er ook voor dat de schuimkraag niet blijft hangen. Vaak met toevoegingen zal je zien dat de schuimkraag wat sneller verdwijnt. Vooral met dit soort dingen. Vettige producten. Dus stel je hebt pinda's aan je stout toegevoegd. Hè, peanut butter stout, weet ik wat. Zal je ook zien dat de schuimkraag snel verdwijnt. En dat is dus ook met dit. Allereerste kleur. Motorolie zwart. Laat dat nou ook net een bier zijn van brouwerij De Moersleutel. Maar hij is echt zo zwart als nacht. Ziet er verrukkelijk fantastisch uit. Oh. Heerlijk. Ik ben benieuwd. We gaan hem ruiken. Here we go. Oh, mensen. Mensen. Echt. Oh, ik ben echt van de mensen. Dat weet je. Ik hou van mensen, mensen. Maar dit is, holy shit, dit ruikt echt. Het liefst zou ik mijn camera uitzetten en denken, fuck it, ik ga heerlijk van genieten in mijn luie stoel. Die heb ik niet eens. Op de bank, oké, op de bank. Muziekje aan, lekker relax muziekje. Beetje UB40-achtig. Chill. En dan deze blubber dikke jetsen. Hoe weet je dat? Dat weet ik gewoon. Kokosnoot. Komt echt, of kokos komt goed terug. Zoals ik het wil. Je ruikt dat hij mooi romig is. Dik. Ik weet niet of er lactose aan toegevoegd is. Even kijken. Ja. Lactose aan toegevoegd. Die zorgt ook een beetje voor die zoetigheid. Beetje net dat romige randje. Oh mensen, wat ruikt dit echt fantastisch goed. Wat heb ik dit gemist. Uiteraard drink biergollen met mate. Maar des te beter smaken dit soort bieren. Dat wil ik wel even erbij vertellen. Ik kan veel meer uitkijken naar bepaalde bieren. Dus dit is echt. Stop met ruiken. We gaan drinken. Proost. Wauw. Holy shit, wat is dit goed, hè? Dit is echt top notch. Wauw. Wat is dit een fantastisch bier. Het zijn wat stilte momenten nu. Dat is ook niet zo heel gek. Dit is echt. Ja, ik kan niet anders zeggen. Wauw, wat een bier. Wat een fucking blubberdikke jetser. Hashtag blubberdikke jetser. Voor deze van de gebroeders. Moersleutel. Ze heet niet eens Moersleutel. Zomerdijk. De vier broeders Zomerdijk. Die de Moersleutel runnen. Echt alle lof voor die gasten. Ik heb heel veel waardering voor ze. Ik vind het echt super gaaf wat ze maken. Ze zijn hele slimme jongens. Ze hebben heel veel technische kennis. Ze hebben ook heel veel technische, ja, dat merk je al, kwaliteiten als het gaat om bier brouwen. Wat een verrukkelijk bier. Hier ga ik van genieten. Dit is echt voor mij echt. Het is voor mij Amerikaans waardig. Dan hoor ik je denken, hoezo? Ja, Amerikanen kunnen fantastisch goede Imperial Stouts, Barrel Aged Imperial Stouts brouwen. En ook met kokos toegevoegd. Ik vind dit echt fucking goed. Dit is echt. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. Dit is top. Dit is super. Deze krijgt van mij een 9,5. Waarom geen 10? Ja, dat vind ik altijd lastig. Maar in ieder geval 9,5. 9,5 waardig. Ik vind dit echt fucking goed. Waarschijnlijk krijg ik misschien wel reacties van mensen die deze ook gedronken hebben. Die zeggen van, Remy, je schreeuwt weer te hoog van de boom. Maar dat kan. Maar dit is mijn kanaal. Dit is mijn review. Dit is wat ik wil.
Ik vind dit echt fantastisch geweldig. En ik hoop ook echt zeker dat de Moersleutel dit soort bieren blijft brouwen. De 4-year anniversary komen er ook aan. In welk tijdsbestek weet ik nog niet. Ze komen eraan. Komt goed. In ieder geval, ik ga nu afsluiten. 11 minuten zijn we bezig. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard, vergeet niet te abonneren. Weet je? Doe dat gewoon. Bedankt voor het kijken. En uiteraard, vergeet niet dat bier te kopen. En mij te vertellen wat jij ervan vond. Cheers.